Hoi collega, ik ben Anne-Floor en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een pagina verwijdert uit een Class Notebook bij alle studenten tegelijkertijd. Je kunt natuurlijk wel eens een foutje maken en is het erg handig als je niet al je studenten individueel afhoeft. Zoals je ziet ben ik in ons klassenteam. Deze is speciaal voor de tutorials, dus hier staat nog lesmateriaal uploaden. En help een training zoeken. Dit zul je niet zien als hier al veel berichten staan in het algemeen. We gaan naar onze Class Notebook. Dat doen we door hier te klikken. Dus we willen weten hoe je dit aanmaakt, hoe de inhoudsbibliotheek werkt, de samenwerkingsruimte, etc. etc. Ik heb heel veel uitgelegd in eerdere filmpjes, dus kijk daar ook vooral even naar. Ook hoe je een pagina distribueert. En nu gaan we dus eigenlijk ondistribueren. Dat zul je zo zien wat ik daarmee bedoel. Ik heb op het paarse pijltje geklikt, hier. En dan kan ik hier samenwerkingsruimte zien, de inhoudsbibliotheek en mijn studenten. Deze twee testgebruikers zijn mijn studenten. Nou komt het vaker voor dat je er een stuk of 30 hebt in een klas. En is het heel vervelend als je elk gebruiker individueel aan moet klikken en een pagina verwijderen die je daar weg wilt hebben. Dat kan dus sneller. En dat gaan we doen door hier naar klasnotitieblok te gaan. En dan staat hier pagina distribueren. Bij sommige versies staat dat hier nog niet, dan moet je het even openen in de app. En dan kun je bij klasnotitieblok, maar bij deze staat het wel. Hier staat pagina distribueren. Dan hebben we verschillende opties, waaronder pagina verwijderen. En dat doe je via hier en niet bij de pagina zelf, want dan moet je het wel individueel doen. Nu hebben we pagina verwijderen. Hier staat er, selecteer de sectie, leerlingen en studenten die de pagina bevat, die je wilt verwijderen. Dan krijg je de secties te zien die alle studenten hebben. Dus zowel testgebruiker als testslim hebben deze drie secties. Nou, nu denk ik, in reflectie heb ik per ongeluk de verkeerde opdracht gezet. Die wil ik graag verwijderen. Dus die klik je aan en dan ga je naar volgende. Dan staat hier het enige wat er eigenlijk in die map nog staat, is een reflectieopdracht. In een eerdere tutorial heb ik laten zien hoe ik die daar gezet heb bij alle studenten. Nu ga ik laten zien hoe je die verwijdert door weer aan te klikken. En zeggen we weer volgende. Nu waarschuwt hij je, want wat heel belangrijk is om te weten is dat alles wat de student zelf op deze pagina heeft gedaan, wordt dan ook verwijderd. Kun je niet meer terughalen. Dus als een student al heel enthousiast werk heeft gemaakt op een pagina die je weg wil hebben, dan is dat gewoon weg. Ik ben het ermee eens. Ik ga hem verwijderen. Vraagt hij toch echt of je het zeker weet? Yes. En dan gaat hij daar even over nadenken. En dan gaat hij ze verwijderen. Als je dus 30 studenten hebt, duurt dat iets langer. Ik heb er 2. Dus dat is zo gebeurd. Dan kun je deze wegklikken. En dan kun je gaan kijken. Zo. En wat je nu ziet. Nu staat hij er nog. Maar dat komt omdat we moeten synchroniseren. Dan gaan we iets doen wat wel even vanuit de browser moet. We gaan namelijk synchroniseren. Ik bedoel de app. Dus hij is nu in de browser en we gaan openen in de app. Zo, dan vraagt hij of we dat zeker weten willen. En dit hebben we als het goed is ook eerder gedaan als je pagina's distribueert. Nu komen we aan in de app. Dit is dus de OneNote app. En hier zie je het notitieblok waar we waren. Je ziet eigenlijk al dat puur door de app te openen hij hem al gesynchroniseerd heeft. Maar just in case ga ik toch even laten zien. Kijk, hier staat hij nu nog wel. Rechtermuisknop op het notitieblok en dan zeggen we sync. Dan zeggen we this notebook. En dan gaat hij nadenken en na een tijdje geeft hij een vinkje dat hij klaar is. En in de tussentijd kun je al zien dat de reflecties leeg zijn bij allebei de studenten. Dus nu is bij allebei de pagina weg. Dit is dus hoe je in een hele klas bij alle studenten een pagina in één keer weghaalt. Ga dit uitproberen. Laat het ons weten als je vragen hebt. Over het algemeen reageren we vrij snel of zoeken we de dingen voor je uit als we ze niet kunnen beantwoorden. Veel succes!